Yo, dat mensen! Ik ben Jesse en vandaag gaan we beginnen met een Skyrim Let's Play. En ik heb er echt fucking veel zin in. Ik wou er al heel lang aan beginnen, maar ja, het kwam er maar nooit van. Weet je? Ja, het is gewoon eigenlijk wel fucked. Maar ja, het spel Skyrim. Wie kent het eigenlijk niet? Best wel veel mensen kennen het niet. Nou, dat zijn allemaal sukkels. Oh, sorry. Dat was niet mijn bedoeling. Maar ja, dat zijn allemaal gewoon weird creatures of Earth. Want Skyrim, ik speel het al sinds het uitkwam, speel ik het al op de Xbox. Ik speel ook op Xbox. En ik heb het al heel lang gespeeld. Ik heb het alweer een tijdje niet gespeeld. Gewoon speciaal voor de opnames, zodat ik even een beetje alles een beetje verleerde. Maar ja, Skyrim kun je eigenlijk niet verleren. Het is te simpel. Het is te simpel. Het is moeilijk, maar te simpel. Ja, ik weet niet hoe je dat uitlegt, weet je. Het is makkelijk als je het kent. Maar als je het niet kent, dan is het gewoon fucking moeilijk. Dat is wel logisch, toch? Dat klinkt allemaal damn logisch. En het laden van dit spel gaat lang duren. Dus waarschijnlijk ga ik die stukjes er ook uitknippen, hè. Zodat jullie die niet helemaal hoeven te zien. Want, ik bedoel... Jullie, als jullie dit kijken, kijken jullie voor gameplay, niet voor stukjes laden. Bijvoorbeeld 20 minuten film... 10 minuten van dat laden gebeuren in totaal en dan gewoon 10 minuten veel, dat is ook niks, toch? Weet je toch? Dus... Dit laatste stukje is irritant, omdat ik het al zo vaak heb gespeeld, wordt het gewoon fucking saai. Dus ik ga ook gewoon niet even onder dit onderwerp praten. Ik weet niet tot hoe ver ik deze video ga maken, want ik weet niet hoe lang ik met character customization bezig ben. Want ik hou van mijn character. Je character kun je maar één keer Skyrim leven maken. Dus dan kun je hem maar beter goed maken. Dat zeg ik altijd. Hey, you. I'm finally awake. Oh, er wordt ook tegen me gepraat. Ga even meepraten zo. Yeah, ik blijkbaar. Oblivion is voorganger, maar die heb ik nooit uitgespeeld. Ik had mezelf beloofd dat ik hem ging uitspelen, maar niet dus. Want ik bedoel, dat is echt het vaagste spel wat ik ooit heb gespeeld. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. Ik weet niet wat het was, maar dat is echt gewoon een weird spel. Daar snapte ik niks van, het was gewoon really saai. En het was gewoon irritant, weet je. Want ik snapte niet waar je armor rating stond en wat je moest doen. En die missie snapte ik niet. En die sidequest snapte ik niet. Ik snapte de hele mainquest al niet. Hey, hou je weg. What's wrong with him? Ik ben aan het praten, oké. Sst. Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak. Ja, ik let wel op mijn tong, meneer. Oké. De Jarl. We zijn er bijna volgens mij. Yay, snowberries. Ik ga heel veel snowberries plukken, hoop ik. Want die zijn gewoon leuk. Wow. Kijk. Dat is school. Wordt je hoofd ook al... Nou ja, hier wordt je hoofd eraf gehakt, daar moet je gewoon leren. Maar het is net zo erg, toch? Hey, ja. What village are you from, horse thief? Nou, ik kom uit een dorp, weet je wel, met die huizen en die paarden. Why do you care? En die mensen met kleding. A Nord's last thoughts. En een vrouw met een emmer en een man met hout. En een kerel op paard. En General Talia, sir. The headsman is waiting. Grapje. Good, let's get this over with. En zo'n bakje met vuur en van die dingetjes, weet je wel? Daar wou ik. Mooi, hè? Damn beautiful. You know, girl. Yeah. Look at him. General. Ja, die andere kip zit ervoor. Ik kan hem niet zien. Hoi. Hallo. Kom met mij praten. Ik ga hem ooit vermoorden. Ciao. Maar die kerel daarachter. Ja, jij gaat ook dood. I used to be sweet. Oh my god, ik kan niet meer. I wonder if Vlad is still making it mead with juniper berries. Just about a week ago. Ik word echt gespend op Epic, hoor. Zo. When I was a boy, imperial walls and towers used to make me feel so sick. Ik ga bij de volgende episode wel maar even mijn what's the name of the HD, boy? Die meldingen uitzetten, weet je wel, bijvoorbeeld aan de Sparken 2.0 is online, weet je. Zo. So. Ja, ik zou ook maar even onderwijzen op zo, niet dat ik die persoon ken. Oh ja, misschien. Oké. Sta op! Rise, mate! Ja, nee. Oké, dan gewoon niet.
Een reis, Nimon. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. Nee, ik wil ook niet dat ze laten wachten hoor. Ik wil ze ook niet. Wacht even. Ik wil ze ook niet laten wachten. Weet je, het zijn zulke schatjes. Ons hoofd gaan pakken. We worden with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Weet je? Ulfric Storm. Ja, mijn beeld loopt soms nog even vast voor de autosaving. Kon ik maar gewoon. Waarom loop ik niet zo heel sneaky zo badum, door die bosjes en naar die deur daar? Ja, ik kan niet verder kijken. Yeah. Waarom horen we hun niet? No care of Rorikstead. No, I'm not. Waarschijnlijk hier om het letten. Run, my friend, run! You're not gonna kill me! Archers! Oh, he dead. Like ja, ik wil rennen. Wait. You there. Step forward. Who are you? Wie ben ik? Nou jongens, ik heb net aan het begin van die video gezegd, ik ben Jesse. Maar ik weet nog niet wat voor race ik ben. Ga worden ook. Ik heb gewoon geen idee. Ik weet ook niet precies waar ik zin in heb. Ja, weet je, je gaat maar op zoek naar een andere video, want ik heb geen zin om al die dingen op te noemen. Ik bedoel, het is wel zo leuk en aardig en alles. Maar dit is geen dit is een Arconian. En geen Breton, buddy. Ik weet al niet precies waar ik moet worden. Ik ben het mijn lievelingssoort is, god, maar dit duurt toch zo lang. Mijn lievelingssoort is Wood Elf. Maar ik denk dat ik deze character customization ding maar met een kat gaat doen. Zo van miauw. Denk ik. Ik weet ook niet, want katten zijn wel chill, ze hebben wel swag. Alleen, ze zijn goed in stealth. En ik ben niet goed in stealth. Ik ben goed stealth, maar stealth is saai. Want speed is key. Dus, ik ga met een red card. Mijn weight door. Kijk, dit ziet er niet baas uit, dit ziet er pussy. Als je dit doet, ben je gewoon gelijk dikke baas. Ik wil het niet heel racistisch houden, gewoon een beetje zo toch. About a week ago. Zo, dirt weg, dirt, color, scars. Ik wil wel warpaint, want ja, warpaint is gewoon damn sexy. Ik wil zeg maar zo. Nee? Ja, ik ben een panda. Want mijn gamertag is ook. Kun je niet zien, nou heb ik de hele video weer verneukt. Mijn gamertag is een crazy panda. Uitgespatte ogen is wel sexy. Oh god, je blauw. Zie je het voor dat je iemand zo in het echt tegenkomt, zo van, what up? Nou, ik ben gewoon even stil, ik zit even intiem te kijken. Ja, maar wit valt mooi op. Dat klopt als racist. Ja, gewoon mooi zo. Ik wil. Oh, wacht. Ik wil geen hek zijn. Ja, dit is badass. Ik weet niet wat voor haar, want red cards hebben niet. Ja, oh mijn god. Gewoon afro. Red cards hebben niet zo heel mooi haar. Oh, dit is wel sexy haar. Maar ik vind dit ook een mooi haar. Ja, we doen deze op. Ik wil wel een smexy baardje trouwens. Een bakkerbaard? Nee, echt een mooie baardje. Bam. Een volle baard zo. Mooi lang. About I know we go. Wat voor kleur? Wat voor kleur haar moeten we doen? Gewoon zwart? Zullen we gewoon een zwart character customization maken? Gewoon zwart? Ja, ja joh. Lijkt eigenlijk helemaal niet zo RDS, maar oké. Okay. Gaat om die de hater. Oké, ik noem mezelf. Ik heb net eigenlijk ook al een beetje verneut, hè. Panda. Ik ben een panda! What are you doing, miauw. Red Guard? Oh nee, wacht. You a cell sword? Ik val wat. Ik weet niet wat voor geluid een panda maakt. He's not on the list.
Forget the list. Ik heb geen fucking idee. Kom, ik ga het straks opzoeken op Google ook nog. I'm sorry. We'll make sure the mines are turned to Hammerfell. Follow the captain. Oh ja, trouwens, deze mensen in Skyrim zijn zo racistisch tegen Redguards. Niet normaal. Het zijn een soort buitenlanders en ze komen binnen en ze worden gelijk weggestuurd. Ja, ja, we hakken jullie hoofden eraf of jullie gaan naar de gevangenis. Super schatjes zijn het. Oh, frick, storm. Maar mij mogen ze dan weer. Hey, hey. Ik wil dat wapen zo bad, boy. Je kan hem krijgen trouwens. Ik ga nog wel let's plays daarover maken. Hoe je dat wapen kan krijgen en zo, weet je. En hoe je secret chest onder White Run. Damn. What up, y'all? Ik hoor niet. Oh ja. Mooie vlaggen. Hoi. Ik mag hem wel. Dit is mijn nieuwe vriend. Dit is mijn nieuwe vriend. Ik mag hem wel. Ik weet... Nee! Steve! Ik noem hem Steve, ik weet zijn naam niet. Steve! Come on! I haven't got all morning. Nee, je hoofd ligt zo af. Ik heb de hele morgen niet. Nee, want je bent zo dood. My ancestors are Steve! The Imperials. Steve! The same. Steve! Oh! What the fuck? Nou, doei Steve. Jij bent Billy! Jij bent... Zoek even naar vrouw. Oh ja, die persoon erachter deze twee mensen... Dat is Susie. Dat is een vrouw, vind ik. Ja, dat is een vrouw! Susie! Susie! Oh ja, en dat vrouw in die armor... Steel armor is... Dat is... Kommelhombog. Ik schrok me even snel wat. Dat is... Zij heet vanaf nu... Zo, kijk rond in je kamer. Ik weet niet veel, leuke vrouwennaam. Keesje. Nou, die heet gewoon Keesje. Gewoon een sexy vrouwennaam, toch? Keesje. Kees van de Flobbers. You know what? About a week ago, Oké. Mag ik, meneer, mag ik lopen? Ja, mijn beeld nog een beetje vast en we mogen lopen, yay. Oké, jullie kunnen deze mensen, deze mannetje helemaal rustig volgen, maar, ik heb dit al wat vaker gespeeld en ik herken dit stukje nog, dus, oh ja, je hoeft trouwens helemaal niet te springen. Gewoon, op Xbox is ijs springen. Maar je hoeft helemaal niet te springen. Je kunt gewoon langs chillen. Dit is leuk joh, kijk. A kiekeboe. Hey man. Hey mom. Mom. We eating chicken tonight. Are you man? Oké. Ine mine mutte, 10 pond rutte, 10 pond kaas. Oké, deze. Nou, als ik met die mee ga. Oeh, en team geruzie. Dun 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 dun, doei. Kijk, die ene zegt with me prisoner en die andere zegt with me my friend. Dus ja, een stuk vriendelijker. Ik vind het wel heel aardig. Toch? Ja, ha, heel aardig. Ik vind het een schatje. Je hoort toch die kleine blote voetstapjes zo plap 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 plap. Wow! Now do a 360! Oké, wacht, ik ga bij zijn hoofd uitkomen. Ja, ik film altijd dat is wel. Gewoon dat je niks wil doen en je moet wachten totdat die persoon klaar is. Dan ga ik al een rondje draaien. Let me see if I can get those bindings off. Ja, maak me los! Hey, maak me los! Maak me los, je vuile anus! Imperial. Oké. You may as well take Gunyor's gear. He won't be needing it anymore.
hoor je me app weer. Pas jullie het horen trouwens, ik hoop het niet. Oh, ik zie de smacksje uit. Zo'n leider van zo'n heel groot leger, zo raar. Ik heb van dat octopus haar, kom ik nu pas achter. Breek hem open. Hebben we. Hebben we. Low stamina. Oh damn. That is so good. Kiekeboe. Hey, kiekeboe. Nou. Wat fuck gebeurt er met de game? Nou moeten de enemies wegkomen. No way to open this from our side. Oh, ik praat al te snel. Oh, sorry. Ik dacht mijn game loopt gewoon vast, weet je. Take cover! Huh? Oh, ja. Klaar. Ja, volgens mij hebben ze hem al lang gezien, hoor. Oh, dan booty, though. Oh. Dood. Well, that's an easy way to kill some suckers. Oké, ik wil deze, en ik wil deze, en deze, en deze, en deze. Oké, ik heb al besloten dat ik... heavy armor ging. Denk ik. Ik heb nog geen fucking idee trouwens. Ik heb net gewoon even 5 seconden snel besloten, zo van doom. Ik ga heavy armor. Hak. Zo. En hak zegt Beertje Paddington. Oh, die Beertje Paddington film in de bios lijkt me zo swag, jongen. En die ga ik sowieso zien. Sowieso. Beetje sexy. Bum bum ba dum bum bum ba da ba da ba da ba da ba da da bum. Hallo! Hey, wil je mij wel even niet frituren? Frituariëren. Weet je wat ik wel very very odd vind? Kijk, jij kan alles pakken. Behalve dat fucking hoedje. Dat zit mij dwars. Want ja, ik bedoel, ik hoef het hoedje niet. Maar gewoon het idee dat je hem kan pakken en meenemen en kan verkopen, dat maakt hem wel leuk. Wait a second. Looks like there's something in this cage. Oh, damn. See if you can get it open with some... Ja. Ik zat eigenlijk te wachten op mijn lockpicks die ik extra kon krijgen. Ik ben trouwens really, really bad in lockpicken. Dus daar ga je nog veel falen in de kutstory van zien. Te vroeg. Kijk, een boek! Boom! En dan kan ik een bliksem uit mijn hand schieten. Was het maar zo op school, weet je. Echt zo'n, ja, terug in de tijd? Nee, vooruit in de tijd spelboek. Ging je me leren, ploep, even 6 uurtjes wachten. Gewoon dat de tijd niks op boem voorbij was, school weg, jee. En dat je op al je toetsen gewoon allemaal tiende halen, weet je. Al je huiswerk al gelijk afmaakt. General Tully has arrived. I'm not waiting to be killed by a dragon stormcloak. Archery. Archery. Ga ik archery? Ik ga waarschijnlijk geen archery, maar... Oh. Ik kan geen zwaard. Dit zwaard heeft geen sweat. Egg. Eigenlijk wel. Oh, nou voel ik me zo imperial nerd. Waga waga! Damn you! Fuck are you! Victory! Beltris. Fuck are you, Steve! Ze zeggen wat de fuck doet die? Fuck are you, Steve! Ik kon hem niet killen! Kom hier! Kebben we! Je moest hem niet killen! Foei! Stoute meid! Jongen! Weg!
Sorry, als ik een oude verhaaltje. About a week ago, Da-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Yay! Oh. 5 gold! Kabala boom, bitch! Ik bedoel, wie wil dat nou niet gewoon gratis 5 gold? Er wordt zo snotjes op mij geschoten. Bah! Voor de attack, bitch. Ik weet niet. Waga waga. Steek hem zo in zijn 6-malige oogjes. Oké, zijn maar 2 oogjes. Gaat om het idee. Hey, hey. Gaat om het idee. Iron helmet. Ik weet niet welke sectie hier is. Deze? Of deze? Deze? Of deze? Sokker koffer, ik doe deze. Het staat eigenlijk helemaal niet zo erg, weet je. Maar... Waga. Oké. Ik ga gewoon zitten. Helpt niet, hè? Bam! Oh, gewoon door zo'n mond ook. Beach full freshy. Moe joh. Zo. Ah, kijk eens. De deur, Tess. Nee, wacht, het is een deur. De uitgang des uitgangeren van uitgangen. Uitgevangenis? Uitgangeren. Nou, boeien. Uitgangeren is of zo, weet ik veel. Hey, het klonk wel leuk, weet je? Totally fucked shit up, but okay dan. Alright, matey, mate, alright, mate. Oké, nou komen een paar hele belangrijke dingetjes. Ja, hij zei wacht, maar ik loop gezellig door. Als je hier doorloopt, en je gaat gewoon recht vooruit van waar ik vandaan kwam. Of weer recht vooruit, zie je op je mapje bovenin, ja, ik kan er niet naartoe kijken. Maar gewoon recht boven je beeld. Daar staat een soort steentje, nou, daar staat ook een huisje, maar daarnaast staat een soort, pilaartje met een steentje erin, met een gatje erin. Dat is precies het. En dan gewoon doorlopen. Komt ook wel bij het pad. Ik ga er even leuk langs de boom. En dan is hier beneden. Staan er 3 standing stones. En ze liggen niet. Je hebt de sea stone. Alles onder de... Oké, wacht, ik laat het even zien. Dit, deze, al deze magie, al deze blauwe shit gaat dan met 20% omhoog. Voor de magie stone. Dit is de warrior stone, gaat met 20% omhoog. En dit is de sea stone. En dat gaat ook met 20% omhoog. Sea Stone, Mage Stone, Warrior Stone. Ik ga voor de Warrior Stone, denk ik. Gewoon omdat ik veel one-handed zo ga gebruiken. En ook veel heavy armor dan. En vooral veel blocking. Maar ik denk... Nou, ik weet niet als ik veel blocking ga. Maar ik was altijd wel Sword Shield, zo. Maar volgens mij ga ik nu heel veel... dingen doen. Heel veel restoration. Bijvoorbeeld, ik ben zo aan het vechten, zo bijna dood of zo. En dan doe je gewoon zo en dan kon je gewoon nog zo. Waga waga! Zo, dan strap je me van half dood. Wat deed hij toch? Dom di di dom di dom di di dom di di dom dom di dom di dom dom di dom di dom di dom di dom dom di dom di dom 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 dom. En dan huppelen we hier en dan is hier, jongens, het, nou ja, niet echt mooiste plekje op aarde, Riverwood. En a dragon. I saw a dragon. What?
grapjes. Ik zal even kijken. Ja, kijk staan. Ik ga lekker hier staan, jongens. Maar hier ga ik de aflevering ook afsluiten. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Ik zou zeggen, lieve comment, abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En like hem even. Als je wil, een warm mogen, maar in ieder geval lekker uit. Yo, laat eens.